Het eiwit wat hierin zit is net zo gezond als varkens- en koeien-eiwit. Het smaakt precies hetzelfde, misschien zelfs nog wel beter. Dus ja, we moeten het eigenlijk gewoon weer gaan leren om dit te eten. De landbouwsector dan. Die staat onder druk vanwege onder andere de stikstofproblemen. En daarom zijn er boeren die nieuwe wegen zoeken. Een van die nieuwe takken van sport in de agrarische sector is insectenteelt. Zou een insect de koe, het varken of kippen echt gaan vervangen in boerenstallen? In Aalten opent deze week een unieke meelwormenkwekerij. Je denkt misschien dat in deze stal varkens staan. Ooit was dat ook zo. Maar nu krioelen hier kevers en meelwormen. Deze kevers eten hun buikjes rond met worteltjes voordat ze hard aan het werk gaan. De kevers die leggen hier de eitjes en de eitjes die worden uiteindelijk weer de meelwormen. Meelwormen worden in Gelderland al wel meer gekweekt. Toch is het hier bijzonder, want normaal gesproken ziet het er zo uit. En dat is toch echt iets anders dan hier. Het grote verschil hier zit hem in dat wij geen kratjes gebruiken. Alle meelwormen leven hier op hele grote banden. En dit is uniek in de wereld, omdat eigenlijk niemand dat verder doet. Dus wij waren in het begin de eerste waarbij je echt nog moest kijken van... Kunnen ze überhaupt in een grotere omgeving dan een kratje leven? Haring kijkt vooral hoe door automatisering de kostprijs kan dalen. Hierdoor moet het veel aantrekkelijker worden om meelwormen te kweken. Maar waarom zou je als agrariër overwegen om je koe in te ruilen voor een worm? Dit is veel duurzamer, veel milieu en mensvriendelijker eigenlijk dan dierlijk eiwit, of in ieder geval koeien-eiwit. Nu worden de insecten gekweekt voor onder andere groothandels, maar door de eiwitten in insecten is dit straks je nieuwe stukje vlees. Het eiwit wat hierin zit is net zo gezond als varkens- en koeien-eiwit. Het smaakt precies hetzelfde, misschien zelfs nog wel beter. Dus ja, we moeten het eigenlijk gewoon weer gaan leren om dit te eten. Als insectenkweken rendabel wordt en wij de eiwitten van de insecten gaan eten, dan zien we de komende jaren misschien wel veel meer stallen omgebouwd worden. Ik denk dat er een heleboel bedrijven gaan instappen in deze sector, ja.